Breda Nu. Je weet het meteen. Als cultuurliefhebber weet u vast dat Vincent van Gogh en Brabant, maar ook Vincent van Gogh en Breda, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar wist u bijvoorbeeld dat de oom van Vincent, oom Cent, de laatste jaren van zijn leven in Villa Meertensum in Prinsenhagen woonde? Dat huis staat er nog steeds, aan de Haagweg 389. En dat diezelfde oom Cent was die Vincent stimuleerde om kunstschilder te worden? Oom Cent en zijn vrouw zijn nog steeds hier. Ze liggen begraven op de begraafplaats Haagveld. En dat geldt ook voor Vincents oma, opa en oma. En die opa, die brengt me weer terug naar vanavond. Want hij was hier predikant. Hier in deze grote kerk. En dit jaar, dat weet u vast ook allemaal, precies Priesterse datum was 29 juli, is het 125 jaar geleden dat Vincent van Gogh gestorven is. Een sterfgeval is meestal een trieste aangelegenheid. Maar we hebben het omgekeerd en we vieren graag het leven en het werk van een van Nederlands grootste kunstenaars.